It's all I wanna do. Welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. Zo, vandaag spelen we potje Team Damage op de map Stronghold. Ik ga spelen met de VMP submachine gun. Denk ik, ik heb wel zin om even met mijn novelty gun te spelen. Want daar heb ik natuurlijk echt ziek veel live streaks mee gehaald. Want vorige keer een 28 streak ook. Sorry jongens, ik zei 29, maar ik was niet goed aan het tellen. Don't judge me. En een live nuclear. Dus we gaan kijken wat we vandaag ermee kunnen natuurlijk. En even kijken waar mijn klas staat. Hier staat mijn klas natuurlijk gewoon. Ah, oh, ik heb loop nu jongen. Ik ben verkouden als fuck. Maar hey, let go. Kan ik ook niks aan doen. Waarschijnlijk weer zo'n kutkind op school die ziek is of zo. Nee jongens, sorry. Als je ziek bent, hey. Lekker, dan mag je misschien wel thuis blijven houden. Oh, hier is die headlift niet. Riftjes dan. Fuck you, maat. Fucking hell, ik zag hem niet. Dude, chill. Niet gelijk te ver pushen, hè. Ik ben nu bang, want ik zag hem net niet zitten. Hey, ik zie wel dat ze allemaal aan het snipen zijn hier. Ja, oké, okay, dat is één. Er zit er nog één. Oh, ik had hem nog niet. Lol. Call of Duty, je kreeg toch wel punt of iets? Zo. Oké, okay, jou zag ik in ieder geval op de Six Sense ding. Oh my god. Dit kan niet, hè. Ik ben al, op mijn beeld ben ik alweer voorbij die muur. En hun zien me dan nog, weet je. Ik vind echt... Er zijn dedicated servers in het spel, maar... Please, fuck off. Haal het er dan ook uit. Dude, ik word geoutgunned door een fucking Vesper. Oké. Okay. Dit wordt weer dus een heel... Fucking konst... Zo. Dit wordt dus sowieso weer een geconcentreerd potje. Als mensen mij heel snel uit kunnen winnen. Maar ja. Dan zien we dan vanzelf wel. Oh my god. Koekoek. Oh, split triple, jammer genoeg. Oké, okay, counter erin om het even te fucken. Ik jump gewoon over je heen. Kom ik achter je. Dan own ik je gewoon. Oké, de enemies hebben een HCXD. Oké, let's go. Gaat spintjes om dat ding op te maken. Even liggen hier. Heten inkallen. Oké, let's go. Lekker teammate. Lekker. Oké, ik moet even niet zoveel ammo verspillen. Sniper! Holy shit. Oké, okay, hij spant daar weer. Oh mijn god, hoe overleeft dit? Counter erin. Als ik nou weer... Ik zei het, ik wou het zeggen, want ik zat alweer fucking bijna op een 15 streak, though. Echt, dit wapen, als ik hier nou eenmaal mee opneem, kan ik gewoon gekke streaks droppen. Ik zweer het je. Als ik hier echt een... Dude, als ik hier gewoon even een avondje mee speel, kan ik sowieso een nuclear halen. Maar dan moet je echt gewoon nogmaals de goede enemies tegen je hebben. Want als je enemies tegen je hebt die gewoon raak kunnen schieten en een AR gebruiken. Kijk, zoals hij dus. Dan kan je wel wat doen. Maar ik zei dus dat het een concentratiepotje wordt. En kijk hoe ik nu ga. Dus als je even concentreert en even de juiste speelstijl toepast tegen de enemies waar je tegen speelt, zie je toch echt wel wat het verschil kan zijn in scoren. Kijk, hij wou net zijn gravity spikes in roepen. Waar is je ene doet? Zit hier? Nee. Oh. Altijd gewoon pre-fire als een bitch. Zitten daar weer te snipen, denk ik. Oh, kak, er zit één rechts van. Ik wou even die sniper challenge doen.
Als dat maar het geluk had, ik echt gewoon. Gewoon. Hoe zeg je dat? Ach, kijk. Als je een sniper uit kunt, sowieso van long range met een submachine gun, vind ik je al baas. En helemaal nog als die op je geaim staat. Daar heb ik een paar keer gehad, of zo, 2 of 3 keertjes maar. Maar alsnog, het is wel fucking chill om te doen. Dat geeft toch echt wel aan. Oké, jij zuigt echt fucking 10 diks tegelijk. Holy shit, oké. Dan hebben we eventjes een tijdje overleefd, maar toen kwam er alsnog een fucking retard aan. Zo naar boven. Ik zag hem niet, ik dacht dat hij beneden zat, serieus. Ik dacht serieus dat hij beneden zat. Kijk, want er zat er dus ook wel in beneden hier zo. Maar dat had ik niet door, sniper, oh. Oké, ik had ook heel veel geluk uit hier gehad als ik dit had overgeleefd. Maar goed, mocht je dat even deze video laten, even je blauwe duimpje omhoog achterhouden. Natuurlijk enorm, 5,29k hebben we dit potje overgehaald. Wat best wel in het begin een kut potje was. Dus, bedankt voor het kijken naar deze video. Hou mijn Twitch pagina in de gaten om te kijken wanneer ik live ga. En bedankt voor het kijken naar deze video. Ik zie jullie morgen bij weer een gloednieuwe video, jongens. Doei!